I think the question should be asked to them, right? Goeie vraag eigenlijk. How do you define leadership? Ja, mijn leiderschapstijl die zou ik definiëren door vanuit verbinding, vanuit vertrouwen, ambitieuze doelen stellen en het creëren van verandering en energie. Dat zijn denk ik de elementen die het meest iets over mij zeggen. Leiderschap voor mij is echt een bepaalde beweging creëren. Zowel met eigenlijk alle collega's elke dag, dat wij echt iedereen zo prikken dat ze meegaan in de beweging. Maar ook op de inhoud zijn dat toch elke dag best wel wat moeilijke puzzelstukjes die we moeten kraken. En hoe krijg je die goed in beweging? En ik denk het gaat om duidelijk zijn op de inhoud, maar wel oog hebben voor de mensen. Leiderschap is voor mij om als leider doelen te bepalen waar je samen met een team naartoe gaat werken. En om ook echt als leider te kijken, wat zijn nou de talenten binnen mijn team en wie kan welke rol spelen om die doelen te bewerkstelligen. Ik denk dat mijn kracht als leider is dat ik oog heb voor de mensen. Dus ik kan mij aanpassen aan iedereen in mijn team. Goed kan naar ze kan luisteren en vragen kan stellen door ze kansen te geven om stappen te zetten waar zij naartoe willen. I think I have a combination of being result driven and being people oriented. I have a healthy balance between trying to give space and room and responsibility to the team in combination with being decisive and raising the bar when needed. To me, it's an ability or a skill. Which means that it's not something that you just have or don't have, but something you can train as a muscle and you can make it grow. Because how do you see the leadership within bol.com? Is there a certain way? In this sense, you could say, yes, we have a certain way because we do believe in trust, we do believe in expertise, we do believe in autonomy, we do believe in being yourself. At the same time, how you bring this into practice, it's very personal. Being brave, sharing what's on your mind, bringing your whole self to work, just as you are. Want als je de beste versie van jezelf bent, dan ben je ook de beste leider. En soms is er best even lef voor nodig om jezelf te kunnen zijn.